Vandaag is het de beurt aan kijkers om met ons de strijd aan te gaan. Als eerste hebben we Maurice. Met zijn saleservaring weet hij zelfs een drone nog goed te verkopen. Hij heeft meegenomen vriend en collega in de sales, Quint. Zeg het maar, met welke weddenschap denken jullie geld van ons af te kunnen troggelen? Dag mannen, jullie zijn nog lelijk in het echt dan op beeld. Vandaar zijn jullie charmes dus extra belangrijk. Ja, we hebben even onderzoek gedaan naar jullie video's. Jullie Visierskills waren niet het beste, jongens. Dat kunnen jullie dus weten. Ja. Wij dagen jullie vandaag uit om zoveel mogelijk nummers van meiden te scoren. Maar dat gaat niet zomaar. Vandaag doen we dat door middel van een handicap. Ik snap eigenlijk waarom niet jullie nog je handen in je zak hebben, want jullie zullen het vandaag zwaar gaan krijgen. Oké, nou, dit is toon is gezet. Ja, maar echt, hoeveel willen we spelen, jongens? Ja, we dachten aan 1000 euro, maar in dit geval doen we met 200 euro. Dus je bent toch niet zo zeker dat je gaat winnen? Zeker wel, maar we kunnen het jullie niet aandoen. Oké. Helemaal makkelijk. Nou, 200 euro gaan we doen, hè. Duidelijk, aan zelfvertrouwen geen gebrek bij deze mannen. Voor 200 euro gaan we erachter komen of wij inderdaad zo slecht zijn in versieren. We hebben vandaag natuurlijk ook spelregels. We gaan verschillende handicaps verloten onder elkaar. En die zullen het thema zijn van je versierverhaal. Per persoon hebben jullie 3 pogingen. En degene met de meeste heeft gewonnen. Jullie waren net best wel heel zelfverzekerd. Wil je dan ook aftrappen? Of? In dit geval mogen jullie dat doen. Hey, laten we gewoon een muntje ervoor flippen. Ja, aangezien wij zulke rotkoppen hebben, dan hebben we kop. Ja, is helemaal goed. Zijn wij mens. En dan kop. Kop, nou, wij mogen kiezen. Jullie beginnen. Handicaps. Ja, Joost, we moeten handicaps verzinnen. Wat dacht je dat je alleen maar keihard mag schreeuwen? Dat vind ik een hele goeie. Schrijf jij hem op? Ja, is goed, Joost. Ik dacht eraan. Patse gedrag. Jij hebt gewoon een dikke Bentley, dus daar zijn we over eens? Alles uitspellen. Oh, ja. Dat is ook echt heel kut. Hallo, H-A-L-L-L-O. Alleen maar foute openingszinnen. Weet je er veel? Wellicht. Dat is een goed idee. Goed zo lachen op de achtergrond. Ja. Straks lachen zien. Aan jullie de eer. Ja. Jij. Ik neem deze. Nou, dan neem ik deze. Spannend. Wat heb jij, Martijn? Oh, die is leuk. Die heb ik zelf bedacht. En dat is? Keihard schreeuwen! Ja, ik moet dus, heb ik ook zelf bedacht, alles uit. S-P-E-L-L-E-N. Spellen. Alles uitspellen. Jezus, slecht. Had je deze bedacht? Foute openingszinnen? Ja, die heb ik inderdaad bedacht. Ja? Oei, ja. En tegelijkertijd heb ik mijn eigen ook bedacht. En dat is in dit geval patsen. Zal ik dat gewoon nu dan doen? Zet hem op, hè, Goos! Kom, ben je al begonnen? Ja, hallo. Hi. Sorry, een beetje piep in mijn oor, hoor. Wat een leuke hond! Hoe heet die? Maggie. Maggie? Ja. Heel mooi. Dankjewel. Kom je hier vaker? Ja. Zou je het leuk vinden om een keer met mij door het park te lopen? Nee. Nee? Oké, ik ga er weer vandoor. Dankjewel. Tot ziens. Jezus. Ja, dit is wel een zware afgang, hoor. Okay. Voor Martijn. Ja. Hoe ging dat? Ging niet zo goed. Eerst wel een beetje vertrouwen opbouwen en dan pas vragen van, hey, mag ik je nummer? Ik zag wel dat in de opening, zeg maar, toen je zei, hallo, zeg maar, dat super blij je. Ze draaien zich wel lachend om. Ja. Toch? Dus en daarna, niet gelijk. En daarna was het, leuke hond! Ja, deze vent blijft maar schreeuwen. Maar je kan niks normaal zeggen. Hallo. Nee, laat maar. Ik kan het niet. Nou, het was een directe afgang. Hij moest er gewoon heen lopen, alleen... Maar ze stond er echt voor open. Ze stond voor open, want het oortje ging uit. Ja, het zat wel een open houding. Ja, open houding, maar daarna laat hij het zitten. Joost? Ja, grappie. Het gaat niet zo goed. Nee. Dus ik ga mijn tactiek aanpassen. Je gaat zachter praten? Ik ga voor de oudere vrouwen of oudere vrouwen. Die slecht horen. Je gaat voor de slecht horende vrouw. Ik ga voor de slecht horende vrouw. Je gaat van je handicap je voordeel gebruiken. Ja, precies dat. En ik ga gewoon oprecht doen alsof er iets met me mis is. Dat ze zoiets heeft van, ah, schattig. Ja, slim. Doe maar gewoon. Doe maar hoe jij denkt dat het moet. Ah, wat een leuke hond. En gaat weer naar de hond als eerst. Hey, hallo. Wat ben jij leuk. Hallo. Hoe heet die? Luna. Hey Luna. Wat een schatje zeg. Ook met die dingetjes zo in zijn haar. Ja, ze zit net een mannetje. Ja, toch? Nu zie je gewoon heel duidelijk dat het vrouwtje is inderdaad. Ja, anders zie je het niet bijna. En anders hangt het allemaal voor je. Ja, ik ben zo gek op honden. Ja, meen je? Zou ik misschien een andere keer met die mee kunnen lopen? Zou je dat gezellig vinden? Ja. Zou ik een keer met u mee kunnen lopen met de hond? Ja, ander keertje misschien. Mag ik dan uw nummer? Mijn telefoonnummer? Ja? Nee, telefoonnummer schepen. Oh, oké. Okay. Nee. Dat is jammer.
Ze wil geen telefoonnummer geven. Geen nummer. Dan ben ik te oud voor een telefoon. Nee, ja, ik dacht misschien gezellig samen de hond uitlaten. Oké. Eerlijk, je hebt je best gedaan. Je hebt echt je best gedaan. Het is ook gewoon een kansloze poging. Het is echt kansloos. Het gaat nog gewoon nooit lekker. Dat ga je de hele dag doen. Je gaat niks regelen. Even lukken. Oh, maar ik heb wel gelachen. Ja, dat zal ik. Ik heb echt heel hard gelachen. Maar ik heb niet een heel roster aan openingszinnen. 5, 6, maar ik ga ze allemaal even gooien. Ben je klaar voor, Quinten? Ga je het doen? Het zal moeten. Succes. Zet op. Hoe denk je dat deze twee gasten het gaan doen? Of in ieder geval, Quinn. Hij gaat ze hebben wel makkelijke handicaps, vind ik persoonlijk. We gaan nu zien. Hij gaat op zijn prooi af. Mag ik wat vragen? Ja? Nederlands? Ja, je ziet er heel leuk uit. Leuke uitstraling. Misschien het raarste wat je vraagt meemaken, maar ik wil me even voorstellen. Corona. Ja. Woon je in Amsterdam? Net? Ja? Ik ben hier net komen wonen met een vriend. Het is gewoon een normaal gesprekje aan het voeren. Dit is gewoon een normaal gesprekje. Het is raar als je vandaag gaat meemaken, maar ik ben gewoon heel benieuwd. Ga je vaker wandelen? Ja. In de stad? Ja? Ja, vooral in het park. Ja, in het park? Vondelpark? Kom je daar soms? Tegenwoordig niet. Nee? Westpark vooral. Geen leuke dingen? Heb je... Ja? Maar ik heb nog geen pick-up line gehoord. Ja, ik ben geen loodgieter. Ik durf wel de leiding te nemen. Ik ben geen loodgieter. Dat is geen pick-up line. Woon je samen met een vriendin? Ik ben er eigenlijk niet heel erg in. Nee? Nee, maar dankjewel hoor. Oké, okay, is goed. Leuk. Top. Wel. Succes. Joe. Hey, dit ging niet zo goed. Dit ging niet zo goed, nee. Nee. Wow, mevrouw. Ja. Jullie laten het vallen? Hier. Oh, hier. We hebben wel een lief hond. Komt hij hier vaker in het park? Ja? Ja, een keer in de week. Was het een afleiding? Nee, ik wilde uw hart stelen. Ja. Nee, maar ik word wel. Jullie hebben wel echt een hele leuke uitstraling. Zeg je tegen vrouwen van 52, man. Tenminste, de manier waarop je naar me kijkt, word ik wel een beetje verlegen van. Maar ik dacht, ik spreek jullie toch even aan. Dat was nu iemands oma gewoon heel vies aan het versieren. Eén ding. U zou me de gelukkigste jongen in het Westenpark maken. Als je een nummer kan geven. En dan kunnen we even een afspraak maken om een keer samen de hond uit te laten, want dat is echt mijn lievelingshond. Dit is jouw gesprek, de hond uitlaten date. Dan, wij wandelen soms ook, maar een keertje de hond uitlaten zou ik echt heel erg leuk vinden. Hij wil nee, schat, wij gaan met oude wijven wandelen. Ja? Er zijn weinig openingszinnen, het is meer een beetje belo nummer. Je deed oprecht lekker, ouwe. Ja. Echt lekker. Hoi, kort zag. Hoi. Ja, ik zag je voorbij lopen, je had een hele leuke uitstraling. Dit is geen foute openingszin. Nee. Ik zag je voorbij lopen, je hebt een hele leuke uitstraling, is een compliment. Daar is niks een foute openingszin aan. Hé, hey, maar is het wife material? Is dat wife material? Dit is boyfriend material? Nee, grapje. Dat is wel een foute, ja, vind ik ook. Nee? Nee. Nee, hij krijgt geen nummer, toch? In mijn hoofd was het allemaal beter. Martijn en ik hebben even een afgangetje gelopen. Ja, die voor mij was ook top, hoor. Ik laat nu even zien, jongens, hoe je echt een blauwtje moet lopen. Ja? Ik heb echt oprecht het idee dat je het eentje gaat fixen. Ja? Ja. Nou, hey, hou die spirit hoog. Hou dat vast. Liever niet, maar ik denk het wel. Dat gaat me niet lukken. Hi. Ja, nee. Hi. Hey. Hallo. Hi-ho. Ik zou er gewoon een beetje een grapje van maken. Ja, toch? Dat je zegt, ik ga... Meedoen met lingo. Sorry, ik doe mee met lingo, dus ik ben alvast een beetje aan het oefenen. O-E-F-E-N-E-N. Jeugd. Lekker, Piet. J-E-U-G. D. D. Ja, Dit is een goeie. Dit is een hele goeie. Dit ga ik gewoon doen. Ik doe mee aan lingo. Je doet mee aan lingo. Je hebt er zin in. Ja. Let's go. Hoe heet je? Martijn, ik ben Joost. J-O-S-T. Ja, dat telt toch gewoon? Nee, dat telt niet. Dus hij is geen woord? Wil je hij zeggen, is geen JP? Woord. Nee, hij is je partner, maar geen woord. Ik ben heel erg benieuwd of Joost het beter gaat afbrengen dan Martijn en ik. Goedemiddag. Hey. A-O-I-E. Mag jij iets vragen? Of eigenlijk, ik ben mega zenuwachtig. Ik ga zo meteen meedoen aan lingo. Ken je lingo? Ja. Ja, dus, maar ik ben eigenlijk helemaal niet zo goed in spellen. Dus zou ik het misschien even mogen oefenen? Ja, nee, want als jij mij bijvoorbeeld een woord geeft, W-O-O-R-D, dan... jij loopt even door, D-O-O-R. Ja, oké. Okay. Ziet ze. Dus gaat gewoon vandoor. Ja. Mooi. Ja, dat is poging 1 weer. Dat is poging 1. Mevrouw, mag ik u iets vragen? Ik ga zo meteen meedoen met lingo. Ik ben mega zenuwachtig. Kent u lingo? Ik ken lingo.
Ja, ik moet woorden gaan uitspellen, maar ik kan niet zo heel goed spellen. Dus als je mij een woord W-O-O-R-D zou geven, dan kan ik het gewoon even spellen. Of zou ik anders, als u, zou ik het telefonisch mogen doen met u? Dat we even telefonisch bellen en dan... Nee? Ik wens u veel succes. Nou, tot ziens, hè. T-O-T, spatie, S-Z-I-E-N-S. Niet gelukt. Nee. Doei! D-O-E-I. Hey, goeiedag. Nee. Heb je een leuke sjaal? S-J-A-L. Ah, je bent aan de tel. Ja. Aan de T-E-L. Oh, sorry. Je bent aan de tel, T-E-L. Storieke? Ja, ja, nee, ik ben super zenuwachtig, want ik ga zo meteen meedoen aan een programma. P-R-O-G, en dan gramma erachter, zeg maar. Ja. Ik ken je lingo, L-I-N-G-O? Ja. Ik moet dus, ja, ik probeer een beetje te oefenen met woorden. Okay. Zodat ik zo meteen goed kan spellen. Ik heb een beetje dyslexie. Okay. Dat kan ik bijvoorbeeld ook niet spellen, maar spellen kan ik dan wel weer spellen. S-P-R-O-L-N. Maar als jij me nu een woord zou geven, zo random, weet je wel, dan kan ik het, zeg maar, bellen? Of oefenen. Bellen. B-E-L. L-E-N. Ja. Ja, toch? Ja. En ik kan nummer kan ik ook spellen. Ja. Toch? Oké. N-U-M-M-E-R. Ja. We kunnen wel even, je bent nu heel druk, maar we kunnen wel misschien even oefenen zo meteen als je klaar bent. Dan kan je mij bellen. B-E-L-L-L-E-N. Oké, ik ga nu verder bellen. Oh, ze gaat verder bellen. Hij zat wel echt heel dichtbij, hoor. Ja, heel close. En wel echt een leuke dame. En, wat vond je er zelf van? Hoe vond je het zelf gaan? Ik vond het echt netjes. Oh, ja? Ja, ik vond het oprecht netjes. Ik heb een beetje het gevoel dat jij een pick-up artist bent of zo. Nee. Je geeft hem advies, je geeft mij een soort van toch een complimentje. Nee, ik had het echt oprecht idee dat je het ging lukken. Maar jij, ja? Bent, okay. jij bent hier de flirt guru, toch? Ja, de master flirt. De master flirter. Dat wil ik niet zeggen. Jij hebt er maar één nodig, jongen. Je hebt 3 pogingen om er eentje te fixen. Dan heb je 200 ballen. Snel voor jongen. Voel je hem? Voel je hem? Voel jij hem? Ik voel wel licht druk. Voor jou. Laten we doen dan. Zet hem op. Wat, sir? Dat zit wel in jou, denk ik. Nou, fijn dat jij het zegt. Maar de onderwerpen, wat ga je beetpakken? Ik denk in deze tijd dat mensen gewoon echt toe zijn aan een feestje. Er zijn fucking dikke mootflessen. Heb je ook een jacuzzi op je dak? Ja, in dit geval. Ja? Wel, ja. En belangrijkste, fictienummer, want ik wil gewoon geld verdienen vandaag. Okay. Ja, dit is wel echt next level, maar hij gaat keihard patsen zometeen, hè? Dat is niet normaal. Hoi, goeiedag. Wij hebben echt een fucking ziek feest in de Superclub binnenkort. Een testfeest. Nee, geen coronafeest. Echt een testfeest. En we zijn op zoek naar mensen die echt gewoon lekker dik willen gaan. En ja, we hebben limousine gehuurd. Dus we gaan echt keihard. Ja, ik weet niet of je daarvan houdt. Nee, helemaal niet. Nee, hou je helemaal niet van. Maar vind je het ook niet heel tof als ik je wat stuur? Informatie of zo? Informatie? Dit is gewoon proppen. Dit is gewoon een propper. Dit is niks niet patsen. Dit is gewoon een propper. Kan je misschien wat informatie uitzetten? Misschien een flyertje? Krijg een gratis shirtje. Misschien familie, vrienden die je kent of die dat wel dik vinden. We hebben echt dikke flessen. En ja, echt de limousine komt eraan en een helikopter. En zo. We hebben echt, en dat is een testfeest. Helemaal niet. Als je zou zeggen, kom lekker aan de kroeg hangen. In de kroeg zitten we prima, maar dit gaan we echt... Ook, ben ik ook wel voor in. Zou ik misschien een 06 mogen hebben of zo, dat we gewoon even een berichtje kunnen sturen? Is dat wat? Nee, helemaal niet? Echt verkeerde. Oké, helaas. Super, dankjewel. Dag. Ik had de verkeerde, man. Hallo, goeiedag. Ja, hij was... Yeah, sorry, my English is not so good, sorry. But yeah, we have a party a week ago. It's like a test party. It's corona-proof. And a week ago I was in the store. We went some big Rolex. You know big Rolex? You know big Rolex? Do you know big rappers? Rolex? with big flessen. Right. I don't think I'm ready for it. This part is a lot, but yeah. I'm ready for it. Okay. And thanks. If you go to shopping, what for clothes you choose? Armani? Do you like Gucci? Do you like Louis Vuitton? No. Because I bought new shoes and it was €2,000-€3,000. Right. Yeah. And it's maybe possible to get your number? No, sorry. Okay. En dan lukt het niet, nee. Moet ik het ook nog in het Engels gaan doen? Dat kan ik helemaal niet. Hoi. Ik zit lekker in mijn vel vandaag. Ik spreek even wat mensen aan. Ik heb een echte fucking zieke Lamborghini gekocht vandaag. Ja, ik ben er best wel blij mee. Ik dacht, ik moet even vertellen aan iemand. Ja. Shop je ook wel eens? Haal je ook wel eens zieke dikke kleding? Dit is wel echt patsen. Ja, dit is top. Dit is goed. Gewoon van Armani dat je denkt van oké, ik kan wat spenden deze maand. Hij heeft een hele dikke Lamborghini gekocht. Ja, ik had laatst mijn Vaillant binnengekregen en toen heb ik echt voor €1000, ja, je krijgt €1000 denk ik, zoiets had ik toen. Heb ik gewoon Gucci schoenen gehaald. Ik dacht, hij vond het echt fucking vet. Ik ga er wel lekker op eigenlijk. Nou, ja.
Ja, dit is top. Kijk, goed dit is zo, top. Dit is pas. Heel goed. Ja, misschien leuk een keer samen te shoppen. Lijkt je dat leuk? Ja, nou, weet je. Als ze nu de telefoonnummer geeft, dan is het eindbaas. Ja, dan heeft hij het echt geflikt. Dan heeft hij echt goed geflikt. Ja, dat ik mijn kleding even kan showen of zo, zoiets, even voor mijn feeling. Lijkt je dat wat? Ja, oké, doe maar. Ja? Super, dankjewel. Oh! Ja, nee, ik stuur gewoon een leuk berichtje. Dit is echt... Ja, klasse. Ja, dit is klasse. Ja, nogmaals, oprecht respect. Je hebt het ontzettend goed gedaan. Ja, lekker gehad. En dat verdient 200 euro. Moet ik het allemaal aan jou geven of is het... Kan nu weer dikke pad aan kopen. Dit is makkelijk verdiend, jongens. Helemaal goed, dankjewel, mannen. Wij gaan even naar PC Hoofdstraat. Ga naar PC, maar die is dicht, hè? Ja, nou, gaan jullie lekker shoppen bij de PC? Alle winkels zijn dicht. Dit waren voor de eerste keer kijkers. Denk je nou ook, dit wil ik ook een keer proberen? Dat kan. Je kan je gewoon aanmelden en dan zien we je misschien volgende week. Later! Volgende week dagen Nienke Plas en Joefat Westendorp ons uit om een ongemakkelijke fotoshoot met onbekenden te houden. En dat gaat verrassend soepel bij sommigen. Heb jij even tijd of niet? Ja, en ik heb ook mijn camera in mijn tas. Oh, oké, okay, nou, dan gaan we stoppen. Heb je camera? Dit heb jij een camera? Dit is perfect. Nee, okay, serieus? Nee. 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 Dit is geregeld. Ze hebben gewoon een fotograaf gefixt. Nee, maar deze chick is gewoon een fotograaf.